dat ik hier sta, want dat wordt me nog wel eens verweten, te goeder trouw, met oprecht een andere overtuiging over hoe dingen in elkaar steken, dat blijkt uit het eenvoudige feit dat ik op basis van die verandering van de feiten ook van standpunt ben veranderd. Hier, ik heb hier een grafiek. Dit was de grafiek die ze lieten zien in maart 2020 met een mortaliteit van 5%. Dat waren de data die toen werden gecommuniceerd. Dit is de grafiek die vanaf de lente van 2020 altijd is gecommuniceerd en nooit is veranderd. De mortaliteit bijgesteld naar 0,35% op de IC alleen. Dus de mortaliteit zelf, hoeveel gaan mensen naar dood, nog weer minder dan dat. Dan heb je mortaliteit van 0,15% of zo. Het hele beleid is vormgegeven op basis van deze grafiek. Terwijl al heel snel bekend werd dat dit de feiten waren. Niets daarover in het rapport, helemaal niets.